Nou, mijn allereerste vakantie was toen ik echt nog heel erg klein was. Ik denk dat ik nog net 1 was of zo. Ik ging altijd met mijn vader, moeder en mijn zus. Ik denk dat mijn allerleukste vakantie was in Zakynthos. Het was ook voor mij toen de eerste keer vliegen. We hebben daar ook een bootje gehuurd en gingen we toen op zoek naar allemaal schildpadden. En we hebben er echt heel veel gezien. We hebben daar ook heel erg leuk gezwommen. En in Kreta zijn we toen naar een soort van schuimparty geweest. Dat is echt heel erg grappig, want wij zagen allemaal mensen langslopen die helemaal beschuimd waren. We vinden allemaal dat Zakynthos onze leukste vakantie was, dus we gaan weer naar Zakynthos. Wat er bij mij 100% mee moet in mijn koffer is natuurlijk mijn strandtas, want het is gewoon heel erg fijn. Ik hou van het strand en ik kan het gewoon niet zonder strandtas waar allemaal leuke spulletjes in zitten. Wat er ook mee moet is natuurlijk mijn favoriete bikini. Echt, I love my bikini. Wat er nog meer allemaal mee moet, dat zijn natuurlijk bloemenbandjes, want daarzonder kan ik echt niet. En natuurlijk ook mijn Polaroid-camera. Ik heb wel eens een vakantieliefde gehad, maar toen was ik verliefd op een jongen, maar die jongen die was alleen een klein beetje ouder dan ik, dus dat werkte niet echt. Ik weet niet waarom, maar ik wil eigenlijk toch wel heel graag een keer naar Amerika. Ergens in Amerika, het maakt me niet echt heel erg uit. Ergens naar Texas of zoiets. Want dat lijkt me echt heel erg grappig. Want daar is het gewoon allemaal zo anders dan hier in Nederland. Je zou misschien denken dat ik liever in de zee zwem. Omdat ik best wel hou van het strand en zo. Alleen, ik heb nogal een soort van, best wel een gevoelige huid. Dus ik vind het fijner om in een zwembad te zwemmen. Ik ga dit jaar naar Zakynthos. Waar ga jij heen? Schrijf het naar me hieronder in de reacties. Fijne vakantie!